de integratiemethode. We gaan als voorbeeldje bijvoorbeeld eventjes nemen. We hebben een ingeklemde balk. En op die ingeklemde balk, daar zetten we een verdeelde belasting met de grote Qmax. En dat is aan de rechterkant. Ja? Die balk die geven een lengte L. En dan willen we voor dit vraagstuk graag weten, goh, wat zijn nou de reactiekrachten hier en hier? Ja? Nou, hoe ga je daar dan naartoe? We gaan eerst eens kijken of we een VLS kunnen maken. Gewoon even verkennen wat er dan mogelijk is. Dit is ons vrij lichaam, dus helemaal vrij van de omgeving. Daarop staat die Q. Ik moet trouwens nog wel even een richting erop aangeven natuurlijk. Q max. En een lengte hebben we L. En vervolgens hebben we natuurlijk te maken met onze reactiekrachten. We hebben ten eerste hebben we natuurlijk kracht naar boven, kracht naar rechts en een moment. En het hebben we natuurlijk ook in de linkerkant. En nou, de keuze van de richting van die krachten in momenten, die is even arbitrair en daarmee bedoel ik willekeurig. Dus voor dit moment is het nog helemaal niet interessant wat die richting is. Ik neem ze zo aan en als er dan uit mijn berekening straks volgt dat in getal negatief is, dan betekent dat hij eigenlijk de andere kant op zou moeten staan. Verkeerd om aangenomen. Ja. Goed, we gaan even wat puntjes erin zetten. Dit noemen we punt A. Dit noemen we punt B. Dus we hebben hier de reactiekracht A in de Y-richting. Reactiekracht A in de X-richting. Het moment in punt A. De reactiekracht van punt B in de Y-richting. En de reactiekracht van punt B in de x-richting en het moment van punt B. En ik zie dat ik hier te maken heb met 1, 2, 3, 4, 5, 6 onbekende. 6 onbekende. Nou wisten we uit de statica dat wij voor een balk 3 vergelijkingen konden opstellen. We konden de som van de kracht in x-richting is 0 konden opstellen. De som van de kracht in y-richting is 0 konden opstellen. En de som van de momenten ten opzichte van een bepaald punt is 0. En wat is nou even interessant voor dat moment? Je kan ieder punt in deze doorsnede kan je kiezen. Alleen, waarom kiezen we nou altijd bijvoorbeeld voor punt A of punt B? Dat komt als jij bijvoorbeeld in dit geval voor punt A zou kiezen, dan hebben de krachten RAX en RAY die hebben geen arm. Dus die neem je niet in je mee in je momentenbalans. En daardoor is het dus makkelijker om een berekening te maken. Nou, we hebben hier dus die 3 balansen. 3 vergelijkingen. En wat zien we nu? We hebben 3 vergelijkingen en 6 onbekenden. Dus we kunnen het in deze vorm kunnen het niet gaan oplossen. We kunnen het alleen maar oplossen als wij 3 onbekenden zouden hebben. Dus we moeten nu met een andere methode aan de slag om dit op te gaan lossen. Nou, hoe kan je dat doen? Een voorbeeld daarvan is door het gebruik te maken van de integratiemethode. Voor de integratiemethode weten wij het volgende. Er is gegeven dat de elasticiteitsmodus van het materiaal vermenigvuldigd met het traagheidsmoment van het doorsnede. Nou, die zijn voor dit voorbeeld zou die gewoon gegeven zijn. Dus elasticiteitsmodus, dat is een materiaaleigenschap. En I is het traagheidsmoment, dat is de eigenschap van de doorsnede. Dus bijvoorbeeld voor een vierkante doorsnede zou dat zijn 1 twaalfde maal B maal H tot de derde. Dus die zijn altijd gegeven. En dan zeiden we dat de vierde afgeleide van de verplaatsing over de x-richting is gelijk aan je vergelijking voor je verdeelde belasting. En wat zien we nu hier? We hebben hier een vergelijking voor de verdeelde belasting. Tenminste, wij zien een vorm en we hebben een maximum. En als je dit gaat uitwerken, kan je achter de verplaatsing komen en daardoor dus ook de krachten hier en hier. Goed, om dit op te kunnen lossen, moeten we eerst eens even gaan kijken van wat weten we nou precies. Nou, die E die weten we, die I die weten we, deze weten we niet, daarnaar zijn we op zoek. Deze weten we op dit moment nog ook niet, maar die kunnen we wel gaan bepalen. Nou, oké, dan gaan we kijken naar deze verdeling. En daar zien we 3 dingen van. Ten eerste zien we
dat het een rechte lijn is. Een schuine lijn. Schuine lijn. En daaruit weten we dat in ieder geval onze vergelijking voor Q, die heeft de vorm. Q als functie van x is gelijk aan ax plus b. Dat is onze standaardvorm. Dat is een eerste orde. Ja? Vervolgens weten we ook nog twee randvoorwaarden. En wat is een randvoorwaarde? Dat is de voorwaarde van zo'n vergelijking op de rand. Nou, we hebben hier twee randen. Dat is dit en dit. En voor die randvoorwaarden weten we als eerste, weten wij dat de verdeelde belasting op de locatie x is gelijk aan 0. Dus we nemen aan dat de linkerkant, dat daar onze x-as begint. Voor x is gelijk aan 0 is onze verdeelde belasting gelijk aan 0 newton per meter, bijvoorbeeld. Ja? We weten in ieder geval dat die 0 is. Vervolgens weten we aan de rechterkant, dus we weten voor q, voor x is gelijk aan l, want we zijn hier op een afstand van l van 0 verplaatst, weten wij dat wij uitkomen op een waarde van minus q max. En waarom is het minus? Ik zie hier dat die pijl naar beneden wijst en we wisten dat ons assenstelsel, dat zag er altijd zo uit. Dus het is een tegenovergestelde richting als ons assenstelsel. Nou, oké. Dus we hebben nu één vergelijking. In die vergelijking hebben wij twee onbekenden, A en B. En omdat ik dus twee onbekenden heb, heb ik ook twee randvoorwaarden nodig. Nou, en ik heb twee randvoorwaarden, dat zijn deze en deze. Dit kan je gaan invullen. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je bijvoorbeeld bij het gebruik, ik moet hier nog even drie toevoegen. Je krijgt bijvoorbeeld, als je die eerste randvoorwaarde gaat toepassen, krijg je het volgende. Je krijgt die q voor x is 0 is gelijk aan a maal 0 plus b is gelijk aan 0. Wat ik nu heb gedaan, ik heb voor x heb ik 0 ingevuld. En vervolgens heb ik die a en b laten staan. En die functie moet op de rand moet die gelijk zijn aan 0. Want dat staat hier. Dus nu valt die a die valt natuurlijk weg. Want de a keer 0 is 0. En wat hou je dan over? B is gelijk aan 0. Dat is mijn eerste deel van de vergelijking. Dus hoe ziet mijn vergelijking er nu dan uit? Die ziet eruit als volgt. Q als functie van x is gelijk aan ax. Want die b die is 0. Dat hebben we bepaald. Nu kunnen we de tweede randvoorwaarde gaan gebruiken. En wat was die tweede randvoorwaarde? Die was q op het coördinaat x is gelijk aan l. Is gelijk dus aan a maal l. En daar kwam uit minus q max. Dit kunnen we nu gaan omschrijven. En wat krijgen we dan? A is gelijk aan minus q max gedeeld door l. Dat gaan we weer invullen in onze basisvergelijking. En wat krijgen we dan? Dan houden we over q als functie van x is gelijk aan minus q max maal x gedeeld door l. Dus, wat zien we nu? We hebben nu een vergelijking gevonden voor onze verdeelde belasting. Als wij gaan kijken of die overeenkomt met deze vergelijking, dan zien we het volgende. Als wij in deze vergelijking 0 in gaan vullen, dan komt er 0 uit. Dus je ziet hier ook aan de linkerkant dat er 0 uitkomt, want dat is mijn coördinaat x is 0. Als je vervolgens aan de rechterkant hebben wij het coördinaat x is gelijk aan l. Als ik hier l in ga vullen, dan krijg ik l gedeeld door l, dat is 1. En dan kom ik uit op minus q max. En ja hoor, dat is precies de waarde die ik ook aan de rechterbovenkant heb. Dus nu heb ik ook mijn vergelijking gevonden voor die verdeelde belasting. Nu hebben wij onze vergelijking voor q gevonden. Dat is deze. En die kunnen wij nu, even kijken, hierboven gaan invullen. Zo. En wat houden we dan over? Dus dit is gelijk aan minus q max maal x gedeeld door l. En nu kunnen wij dus de integratiemethode gaan gebruiken om dit op te lossen. Ik maak nu even het veld leeg en dan ga ik hiermee doorrekenen. Oké, nu heb ik dus deze vergelijking gekregen. En die gaan we nu één keer integreren.
En dan komen we van onze verdeelde belastingsvergelijking komen op onze vergelijking van onze dwarskracht. Dus wat krijg je dan? Ik ga allebei de kanten natuurlijk integreren, want ik kan niet zomaar één kant integreren. Ik moet altijd gelijk blijven. Aan de linkerkant van het is-teken moet hetzelfde gebeuren als aan de rechterkant van het is-teken. Dus dan krijg je, ik ga het integreren. EI, d tot de vierde v, dx tot de vierde, ga ik integreren in de x-richting. Want ik ben geïnteresseerd wat er in de x-richting namelijk gaat gebeuren. En dat is gelijk aan het integraal van mijn vergelijking voor die verdeelde belasting. En dat was dan natuurlijk gelijk aan minus q max maal x gedeeld door l dx. Dit kan ik gaan uitschrijven. Dan krijg ik 1 maal i maal d tot de derde v gedeeld door dx tot de derde. En dat is gelijk aan het integraal van onze verdeelde belasting is natuurlijk onze dwarskracht. En dat is dus gelijk aan minus q max maal x kwadraat gedeeld door 2l plus c1. En daar is je allereerste constante die daar ontstaat. Dus wat heb ik nu? Ik heb mijn vergelijking voor de inwendige dwarskracht. Die heb ik nu gevonden op minus q max maal x kwadraat gedeeld door 2l plus c1. En nu moeten we gaan kijken. Wat zie ik nou hier in deze verbinding? Is er misschien al een mogelijkheid om die constanten weg te werken? Nou, om die constanten weg te kunnen werken, moet ik een randvoorwaarde weten die zich in het domein van de dwarskracht bevindt. Dus weet ik al iets van die dwarskracht op de rand? En dat weet ik niet. Ik wist wel wat het verdeelde belasting op de rand was, maar ik weet niet wat die dwarskracht op de rand is. Dus die kan ik nu nog niet gaan bepalen. Dus dat moet ik op een later tijdstip gaan doen. Ja? Dus voor nu is deze vergelijking is klaar. Ik kan er nu nog niks mee. Ja? Nou, het enige wat er dan op zit is nog een keer te gaan integreren en dan kijken of ik er wel wat mee kan. Dus dat gaat als volgt. We gaan het weer integreren. Dus we krijgen weer het integraal van EI maal d tot de derde v gedeeld door dx tot de derde dx is gelijk aan het integraal van de dwarskracht in de x-richting dx is gelijk aan het integraal van minus q max maal x kwadraat gedeeld door 2l plus c1 dx. Dit kan ik gaan integreren en wat krijg ik dan? Ik zal een stukje opschrijven. Dan krijg je hier natuurlijk weer EI d kwadraat v dx kwadraat. Nou, het integraal van je dwarskracht is je vergelijking voor het moment. En hiermee kom ik natuurlijk uit op, even kijken, minus q max maal x tot de derde gedeeld door 6l plus c1 maal x. Plus een nieuwe integratieconstante c2. Nou, nu kan ik weer gaan kijken in mijn vergelijking van, weet ik dan misschien iets van deze doorsnede in het domein van het moment? En dat weet ik ook nog niet, want ik weet het moment hier niet en ik weet het moment hier ook niet. Dus helaas pindakaas, ik ben nog steeds verloren. Dan moeten we dus weer een stapje doorgaan. Kijken of we er dan uitkomen. Maar als jij het moment gaat integreren, dan krijg je de helling. En als jij spreekt over een helling, dan zijn ook materiaaleigenschappen, de elasticiteitsmodulus is van belang en het tragisch moment is van belang. Dus wat moeten we doen? We moeten die functie gaan delen door EI. Anders dan kunnen we de helling niet gaan bepalen. Dus we gaan nu eerst die functie delen door EI. Wat krijg je dan? D kwadraat V dx kwadraat is gelijk aan mx gedeeld door EI is dus gelijk aan minus q max maal x tot de derde gedeeld door 6eil plus c1 gedeeld door EI maal x plus c2 gedeeld door EI.
Dus wat ik nu heb gedaan, het enige is dat ik mijn hele vergelijking door EI heb gedeeld. En als ik dit nu ga integreren, dan kom ik uit op de helling. Dus dat gaan we doen. Het integraal van d kwadraat v dx kwadraat dx, dat is dus het integraal van mx gedeeld door EI dx. En dat is die helling waarnaar we op zoek waren. En dat is dus gelijk aan het integraal van minus qmax maal x tot de derde gedeeld door 6 EIL plus C1 gedeeld door EI plus C2. EIX gedeeld door C2 EI dx. Dit is mijn vergelijking voor mijn helling. Dit kan ik gaan uitrekenen. En wat krijg ik als ik dit ga uitrekenen? Dan krijg ik dv. dv dx is gelijk aan die helling waarnaar ik op zoek ben. En dat is gelijk aan... Dan gaan we eerst eventjes de eerste term integreren. En dan krijg ik minus... Nou, minus q max maal x tot de vierde. 6 keer 4 is 24. EIL plus C1 x kwadraat gedeeld door 2 EI plus C2 x gedeeld door EI plus C3. Want er ontstaat weer een nieuwe integratieconstante. Nou, en laat ik nu eens even gaan kijken. Is er misschien iets wat er bekend is binnen mijn domein, waarmee ik dus wel nu een constante weg kan werken? En dat kan ik. Want wat weet ik als ik nu naar dit voorbeeld ga kijken? Dan zie ik dat de linkerkant en de rechterkant die zijn ingeklemd. En van een inklemming weet ik... Ik zal het eventjes weer wat leger maken... Voor dit voorbeeld weet ik dus dat mijn hoekverdraaiing op de locatie x is 0. Die hoekverdraaiing die is 0. Want hij zit vast, hij kan niet verdraaien. Dat is mijn eerste randvoorwaarde. En dan ga ik kijken naar mijn tweede randvoorwaarde. En die is op de locatie x is gelijk aan L, is mijn hoekverdraaiing ook 0. Want dan zit hij ook ingeklemd. Dus ik heb hier twee randvoorwaarden gevonden en daarmee kan ik dus twee constanten wegwerken. Laten we dat maar eens gaan doen. We gaan eerst beginnen met die eerste randvoorwaarde die we gaan wegwerken. En dan krijgen we het volgende. Phi als functie van x, phi als functie van x is gelijk aan 0, is gelijk aan, dan zien we... deze eerste term, daar staat een x in. X wordt 0. Dus die eerste term, die wordt 0. Plus die tweede term, daar staat ook weer een x in. Dus die tweede term, die wordt ook gelijk aan 0. Plus die derde term, daar staat ook een x in. Die is ook dus gelijk aan 0. Plus, en hier die, die C3, daar staat geen x in. Dus die blijft gewoon staan. C3. En wat was nou voor deze locatie de randvoorwaarde? We wisten dat de hoekverdraaiing op die locatie 0 was. Dus als ik dit ga uitrekenen, wat volgt er dan? Dat C3 is gelijk aan 0, dus die valt weg. Dan gaan we door naar onze tweede randvoorwaarde die we hebben. Want we wisten namelijk ook dat de hoekverdraaiing op de locatie x is L, die was ook 0. Dat was gegeven. Dat zagen we hier. Ja? Dus, leuk. Kunnen we weer gaan invullen. En wat krijg je dan? En nou wordt het een hele grote som. Dan krijg je minus q max maal l tot de vierde gedeeld door 24 EI plus C1 maal l kwadraat gedeeld door 2 EI plus C
2 maal L gedeeld door EI is 0. Dat hebben we hier. Dat hebben we nu omgeschreven. En nu kunnen wij dus deze vergelijking gaan omschrijven in de vorm C2 is. Nou, dat is een redelijk grote vorm. Dus dat zal ik eventjes met een lege dia gaan doen. Ik heb nu de pagina's leeggemaakt. Ik heb hier links heb ik die VLS weer even getekend en die randvoorwaarden die ik nu had gevonden. Ik ben nu bezig met het uitwerken van die tweede randvoorwaarden. En dat gaan we dus nu eventjes omschrijven. En we hadden bij de vorige slide hadden wij deze laatste vergelijking gevonden. Daarbij hadden wij C1 en C2 als constanten. En we wisten dat op die locatie x is L ons antwoord 0 moest zijn. Dus we gaan dit omschrijven. Ten eerste gaan wij die hele functie vermenigvuldigen met EI. Dat kan. En dan houden wij over minus Q max maal L tot de vierde gedeeld door 24 plus C1 maal L kwadraat gedeeld door 2 plus C2 maal L is gelijk aan 0. Dat maakt al een stuk netter. Nu gaan wij die C2 naar de andere kant halen en we delen die hele functie door L. En wat houden we dan over? C2 is gelijk aan Q max maal L tot de derde gedeeld door 24 minus C1 maal L gedeeld door 2. Dat is mijn waarde voor C2. En die kan ik dus nu in mijn vergelijking gaan stoppen voor phi. En die stond op de vorige pagina. Goed, ik heb hier die vergelijking van de vorige slide als functie van x beschreven. Hier stond op de vorige slide nog plus C3, maar we hadden dus eerder aangetoond dat die C3 gelijk was aan 0 door de inklemming aan de linkerkant. En wat we nu kunnen doen is we kunnen die C2, die kunnen wij nu hier gaan invullen. Dus wat krijgen we dan? Dan krijg je phi als functie van x is gelijk aan minus Q max maal x tot de vierde gedeeld door 24 EIL. Plus C1 maal x kwadraat gedeeld door 2 EI plus, en dan krijgen we x gedeeld door EI maal die, die C2, en die C2 die was Q max, even kijken, maal L tot de derde gedeeld door 24 minus C1 maal L gedeeld door 2. Goed, ik heb dit nu ingevuld. Nu kan ik mijn functie weer verder uit gaan schrijven. En wat krijg ik dan? Ik krijg phi als functie van x is gelijk aan minus q max maal x tot de vierde gedeeld door 24 EIL plus c1 x kwadraat gedeeld door 2 EI plus, dan gaan we even kijken of we dit netjes kunnen samenvoegen. Dan krijg je c1 maal x maal L gedeeld door 2 EI. En je krijgt plus Q max maal L tot de derde maal x gedeeld door 24 EI. Dit kan je nog verder gaan uitschrijven. En wat krijg je dan? Minus Q max maal x tot de vierde gedeeld door 24 EIL plus, even kijken, je kan die C1'en nog bij elkaar toevoegen, dus dan krijg je dus C1 maal x kwadraat plus x maal L gedeeld door 2 EI plus Q max maal L tot de derde maal x gedeeld door 24 EI. En nu zie ik dus dat ik in mijn vergelijking nog maar één onbekende over heb voordat ik die heb gevonden. Nu moet ik nog op zoek gaan naar mijn laatste onbekende. Dat is die C1. Ik heb geen randvoorwaarden meer over, want ik heb ze allebei al gebruikt. Dus ik ga integreren en kijken of ik er me dan kan oplossen. Dus dan krijgen wij nu het... We krijgen
die. Er stond dv dx. Dat was gelijk aan die Fias-functie van x. En die gingen wij integreren. En deze gingen we ook integreren. En dan komen we uit op de verplaatsing. En dat was natuurlijk gelijk aan het integraal van minus q max maal die hele riedel die hier achter staat. Goed, ik heb nu die vergelijking gepakt. Dat is deze vergelijking. En die heb ik hier geplaatst. En die ga ik integreren. Dus dat krijg ik dan. Dit is gelijk aan minus q max maal x tot de vijfde gedeeld door 24 maal 5 maal EIL plus C1x tot de derde gedeeld door 6 EI plus C1x gedraaid maal L gedeeld door 4 EI plus Q max maal L tot de derde maal x kwadraat gedeeld door 48 EI en dan staat er nog plus ik had net C3, dus ik ga nu dus plus C4 doen. Dat is mijn nieuwe integratieconstante. Nou, oké. Nu zie ik dat ik nu weer terecht ben gekomen op... Ik heb mijn constante C4 erbij gekregen en ik had mijn constante C1 nog over. Dus ik ga nu kijken wat voor randvoorwaarden heb ik dan nu in het domein van de verplaatsing. Dan gaan we kijken naar ons oorspronkelijke sommetje. En daar zagen wij dat wij aan de linkerkant en aan de rechterkant een inklemming hadden. En voor een inklemming wisten we dat de verplaatsing op x is 0 is natuurlijk 0. En onze verplaatsing op x is gelijk aan L is natuurlijk 0. Dan gaan we eerst de eerste randvoorwaarde invullen. Dus de locatie x is 0 moet er 0 uitkomen. Dus dan gaan we hier terug. Dit gaan we invullen. Dus je krijgt 0 is gelijk aan 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus C4. En dat wordt dus C4 is 0. Dus wat hou je dan in je vergelijking over? Deze C4 die valt natuurlijk weg. En dan is dit de vergelijking die je overhoudt. En je ziet dat je nog maar 1 constante overhoudt en die gaan we nu uitrekenen met onze laatste randvoorwaarde. En wat was die laatste randvoorwaarde? Die was op v voor de locatie x is gelijk aan L is gelijk aan 0. En dat gaan we weer op de volgende dia even uitrekenen. Goed, ik heb nu voor alle x'en heb ik L ingevuld. Dus hier stond x tot de vijfde, dus dat wordt L tot de vijfde. Hier stond x tot de derde, dus dat wordt L tot de derde. Hier stond x kwadraat, dus dat wordt L kwadraat. En hier staat L tot de derde maal L kwadraat en dat wordt dus ook L tot de vijfde. Nu wil ik dit gaan omschrijven om op C1 te komen. Dus wat ik nu eerst ga doen is deze twee termen bij elkaar voegen, zodat er C1 vermenigvuldigd met een bepaalde constante staat. En wat krijg je dan? Even kijken, dit kan je dan natuurlijk samenvoegen aan C1 maal, even kijken, L tot de derde gedeeld door 6 EI plus L tot de derde gedeeld door 4 EI. Kan je dit nog verder omschrijven? Dit kan je dus nog omschrijven als C1 maal 2 maal L3 tot de twaalfde EI plus 3 maal L3 gedeeld door 12 EI. En dat kan je dus omschrijven naar C1 maal 5 L3 gedeeld door 12 EI. Dus wat we nu kunnen doen is we kunnen dit wat hieronder staat, kunnen wij hier gaan invullen. Wat krijg je dan? Ik heb hem ingevuld, dan krijg ik dit. Nu kan ik deze vergelijking nog om gaan schrijven als functie van C1. En wat krijg je dan? Ik haal eerst al het andere naar links. Dus dan krijg je C1 maal 5L tot de derde gedeeld door 12 EI is gelijk aan Q max maal L tot de vijfde gedeeld door, even kijken naar 24 keer 5, 120 maal
EIL minus Q max maal L tot de vijfde gedeeld door 48 EI. Oké. Ik zie dat ik hier een foutje heb gemaakt. Hier staat L tot de vijfde gedeeld door L. En hier staat L tot de vijfde. Dus er is hier een schrijffout aanwezig. Die ga ik nu niet even terugzoeken. Maar ik denk dat dit uit moet komen inderdaad tot L tot de vierde. Want daar zijn in ieder geval de eenheden correct. Dus laat ik het daar eventjes op houden. Oké. Nu kunnen we dit door gaan schrijven. En wat krijg je dan? C1 is gelijk aan Q max maal L tot de vijfde gedeeld door 120 maal EI L minus Q max maal L tot de vierde gedeeld door 48 EI. En dit hele gebeuren delen we door 5 maal L tot de derde gedeeld door 12 EI. En dat is C1. Deze C1 die kunnen we weer in gaan vullen in onze vergelijking voor de verplaatsing. Dat is deze. En dan hebben wij onze complete vergelijking voor de verplaatsing. Maar wat nu eigenlijk het interessante is, is dat wij onze NVM-lijnen nu namelijk al helemaal weten. Want wat hebben we nu namelijk net gedaan? We hebben C1 hebben we berekend. Die staat hier al. Helemaal aan het begin bij onze vergelijking voor de dwarskracht. Dus als wij die C1 die wij net hebben gevonden hier gaan invullen, dan krijgen wij de vergelijking voor de dwarskracht. Als wij vervolgens x is 0 in gaan vullen, dan krijgen wij de dwarskracht op het coördinaat x is 0. En dan weet je dus wat deze dwarskracht is. Dat kan je ook vervolgens x is L gaan invullen in deze vergelijking. En dan weet je de dwarskracht op dit coördinaat. En vervolgens gaan we kijken naar het integraal hiervan. En dat is die momentvergelijking. En daar vul je C1 in en daar vul je ook C2 in. Dan heb jij je vergelijking voor het moment. En als je dan hier 0 eens invult, dan krijg jij dit moment. En als jij in deze vergelijking Lx is L gaat invullen, dan krijg jij dit moment. En dan zijn er heel veel onbekende weg. Dan zijn alleen nog maar deze Rax en Rbx onbekend. Maar die kan je gewoon oplossen met de som van je kracht in x-richting is 0, de som van je kracht in y-richting is 0 en de som van de momenten ten opzichte van een bepaald punt is 0. Want je hebt nog maar twee onbekenden en je hebt drie vergelijkingen die je nog niet hebt gebruikt. Dus daarmee kan je dus je hele vergelijking bepalen. Je hebt nu de reactiekrachten heb je bepaald, de helling hebben we ook al bepaald en de verplaatsing hebben we ook al bepaald. Dus je weet alles van deze som.